Mijn naam is Adriaan van Alweer, een pensionado. Als hobby vloggen bij Open Rotterdam. Maar ik heb ook een handicap. En die ziet u niet. Maar die zit hier. Ik heb een gehoorprobleem. De impact van een gehoorprobleem. Nou, voorbeeld. Als ik ga oversteken, moet ik extra voorzichtig zijn. Want ik hoor de auto's wel, maar ik hoor niet van welke kant ze komen. Dus ik kijk wel twee keer links en twee keer rechts. Want anders dan gaat het fout. Het gehoorapparaat versterkt geluid. Daar is hij voor gemaakt. Maar het gehoorapparaat versterkt alle geluiden. Als ik op straat druk, ik hoor alle geluiden door elkaar. Ik versta niemand meer, maar ik hoor wel alle herrie. En dat is verwarrend. Het is vandaag de internationale dag van het gehoor. Moet er nou meer erkenning komen voor het probleem gehoor? En dat weet ik niet. Ik loop er niet mee te koop. Ik ga niet tegen iedereen vertellen, oh, ik hoor zo slecht. Dat zien ze vanzelf omdat ik apparaat in heb. En de problemen worden er toch niet mee opgelost. De verkeerslichten achter mij. Ja, als die tikken, dat hoor ik. Maar een rookmelder in mijn huis. Als die vannacht gaat piepen en ik heb een apparaat niet in. Hij kan piepen wat hij wil. Ik hoor hem niet. Als er gebeld wordt, ik hoor hem niet. Dat heb ik opgelost. Ik heb er een lichtje op gemonteerd en mijn lichtje gaat branden als er op de bel gedrukt wordt. Maar ja, vervelend. Hoe nu verder? 'S Morgens wakker worden en blijven ademhalen. Actief zijn? Ik weet niet of dat helpt, maar mijn gevoel zegt als ik actief ben, voel ik me beter. En als ik me beter voel, denk ik minder aan mijn gehoorprobleem.